In dit centrum daar, hebben we dus een mogelijkheid om mensen te laten zien hoe de pressure control equipment werkt. Dus BOP's en manifolds. En ze laten hier zien hoe het werkt. En dan moeten mensen in de praktijk met apparatuur, zoals hier in een simulator situatie, of buiten met een echte drilling rig en een echte put met echte drukken en echte vloeistof, dat ze kunnen laten zien dat ze in staat zijn om de berekeningen te doen die erbij horen, dat de acties die er moeten gebeuren, dat ze die goed en snel precies nemen zoals het hoort. En dat we daarmee, dus zeg maar, als de mensen hier een training hebben gehad, dat ze als ze teruggaan naar hun werksituatie, dat ze beter in staat zijn om het hoofd te bieden aan een kleine calamiteit die zich kan escaleren en uiteindelijk in een blow-out zou kunnen eindigen. En dat willen we natuurlijk ten alle tijde voorkomen. Voor de mensen die een safety kritische rol hebben in het hele gebeuren. En dat betekent dus typisch de boormeester, de assistent boormeester, de toolpusher en de mensen van het oliebedrijf. Hè, dat die allemaal voldoende kennis hebben van hoe dat welcontrol werkt en wat ze moeten doen om dat ten alle tijde te handhaven. En de rest, dan kun je zeggen, ja, moet die dan ook niet wat weten? Nou, dat doen we op het werk zelf. He, want je kunt net als bij een ontruimingsoefening, kun je op een boorlocatie een oefening houden van, nou, stel dat dit gebeurt, laat maar zien wat je gaat doen. En dat doen ze heel regelmatig, tot de leidinggevende ervan overtuigd is dat de mensen in staat zijn om ten alle tijde het hoofd te bieden aan een probleem. En dat is zijn opdracht. En dat wordt ook ondersteund vanuit mijn rol en vanuit de mensen hogerop in ons bedrijf. En dat is ook de methode die andere bedrijven toepassen. Bij het boren van putten is het risico dat je niet in staat bent om de put vol te houden met vloeistof. Of doordat de druk groter is. Of doordat er een zwakke formatie zit onder de grond, waardoor de vloeistof in die formatie verdwijnt. En het gevolg daarvan is dat je dan, zonder dat het de bedoeling is, in verbinding staat met een olie- of gashoudend reservoir, wat dan kan gaan produceren. Dus we noemen het pressure control en dat betekent eigenlijk altijd het handhaven van twee barrières om te zorgen dat die olie- en gasvoorraden in de grond blijven zitten totdat je de put klaar hebt en alle afsluiters erop hebt staan om het te gaan produceren. Wat we gedaan hebben na Macondo is een self-assessment in het Engels. Hè? Een actie waarmee we hebben gekeken van zouden we, als we ditzelfde wat in de Golf van Mexico gebeurde, zouden we dat het hoofd kunnen bieden als het bij ons gebeurde. En dat heeft elk bedrijf onafhankelijk gedaan. En daarna hebben we met elkaar vergeleken van, hey, wat komt eruit? Wat zijn de aandachtsgebieden? Nou, de belangrijkste ding is dat zitten wat gaten in de kennis van mensen, er zitten wat gaten in de preventie, er zitten wat gaten in als het fout gaat, hoe gaan we het weer onder controle brengen. Op al die punten zijn er acties gemaakt, hè, ook weer in onderlinge samenwerking in Nogepa, om inderdaad ook naar de buitenwereld te kunnen laten zien dat we er alles aan doen. Aan de ene kant voorkomen dat het gebeurt, aan de andere kant dat we ook proberen om te laten zien dat als er toch eens een keer, of door een menselijke fout, of door de omstandigheden in de put, dus geologie, of er gaat iets stuk, dat we toch in staat zijn om op de snelst mogelijke manier weer het hoofd te bieden aan die situatie en het weer terug onder controle te brengen.